van 7 jaar geleden toen je hier te gast was, 7,5 jaar geleden. We hadden toen wel een korte vragenronde, maar die was heel anders dan wat ik nu allemaal wil vragen. Als daar vragen tussen zitten waarvan je zegt, jongen, dat gaat je niks aan, dan moet je dat ook zeggen. Maar ja, eerst wil ik even één vraag van Sjaan van Altena stellen. Die heeft gebeld en die vraagt, heeft Robert al de uitslag van het DNA van de octopus tentakels? Geen idee wat hier bedoeld wordt. Ja, dat is een heel bijzondere vraag. Dat heel kort houden. Ik heb ooit een ervaring gehad met buitenaardsen en tijdens de dematerialisatie daarvan zijn de octopusarmen afgesprongen. Dat klinkt heel raar, maar dat is dus echt gebeurd. Ik heb het echt meegemaakt. Gelukkig zijn er inmiddels heel veel getuigen die ook UFO's met mij gezien hebben. Ik kan tegenwoordig ook UFO's zelfs op commando oproepen, dat mensen erbij staan en het zien. Pas ook een journalist heeft dat gefilmd, dus lichten in de lucht verschenen. Maar dit was een encounter met twee wezens. Dat was in Bosschoorhoofd gebeurde, dat achter op een veld. En hun stonden dus octopusarmen af. En toen vroeg ik ook in gedachten, gaat dat nu niet mis? Zijn jullie nu niet gewond? En toen kreeg ik ook in mijn hoofd, ze groeien automatisch opnieuw aan. Nou, als dit mensen horen die mij niet kennen, die denken, die man is gewoon hartstikke gek, die moet opgenomen worden. Nee, maar het is dus echt gebeurd. En ik ben nog steeds op zoek naar een iemand, maar er speelt al iets. Er wilt waarschijnlijk een onderzoek uit Turkije. Ik geloof dat die Hakan heet of zoiets. Via Walter Hermans heb ik een bericht gekregen dat hij naar Nederland wil komen. Hij is echt een pure wetenschapper die dus echt op DNA-niveau helemaal gespecialiseerd is. En die wil ze gaan onderzoeken. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar heb je die dingen op sterk water gezet? Of, nee, die zijn in de vriezer. Oh, ze zijn in de vriezer? Ja, verdeeld op verschillende plekken in een vriezer. Die worden nu bevroren bewaard. En mijn wens is al jaren, nu al 2 jaar, dat is 2 jaar geleden nu, dat het onderzocht wordt. Ik heb oproepen geplaatst om het te laten onderzoeken en er is geen één wetenschapper geweest die zich eraan wilde wagen. Dat heeft me erg pijn gedaan. Men ging er gewoon al vanuit van, ach, daar heb je die aandachttrekker weer, die verzint weer wat. Nou, dat ben ik gewend in dit land. Niet van de mensen, maar vooral van in de hogere elite wetenschapskringen. Maar goed, ik stelde me kwetsbaar op en er kwam geen antwoord. Maar nu, eindelijk, is er iemand die het wel echt wil gaan onderzoeken. En ik ben er eigenlijk 100% zeker van, als het onderzocht wordt, dat er uitkomt dat het buitenaards DNA is. Dat moet wel. Dat kan niet anders. Ik kan er met mijn normale verstand niet bij dat gewoon aard zou zijn. Ik bedoel, dus ik hou je op de hoogte, maar helaas, inderdaad, het is er nog niet. Nou, Sjaan, ik hoop dat dit voldoende antwoord is. Hoop ik ook.